Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen we u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. 26 april hebben negen vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Booscholse reikte in de Antoniusabt in deze lintjes uit aan Louis van Zuilenkom, Niels van Mechelen, Annie Bekkers-Bongers, Petra dilve harmeling Nancy Groeneveld en Astrid van Kuik-Hessels uit Maden, en Anton Kouters en Tera Hansen van het Geloof uit Lage Zwadiwe. Zij mogen zich lid noemen in de Orde van Oranje Nassau. Jacques den Ridder uit der Heide mag zich ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. De gemeente Drimmelen is deze mensen dankbaar voor het vele vrijwilligerswerk dat ze hebben uitgevoerd en nu nog doen. Ieder jaar rondom Koningsdag is er die zogenaamde lintjesregen. Een lintje is een koninklijke onderscheiding voor iemand die bijzonder verdienstelijk is geweest voor de samenleving. Kent u iemand die volgens u een lintje verdient en woont diegene in de gemeente Drimmelen? Stelt deze persoon deze waardering op prijs, dan kunt u die persoon voordragen bij de gemeente. Iemand voordragen voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in april 2025 kan tot uiterlijk 1 juni 2024. Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar de site van de gemeente Drimmelen. Na bijna 11 jaar leegstand is er een koper gevonden voor de voormalige katholieke kerk in Lage Zwaluwen? Het gebouw krijgt een sociaal-maatschappelijke functie, zodat het een plek blijft waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten. In het gebouw komt een devotiekapel, waar mensen een kaarsje kunnen branden. Het pand moet dienstbaar blijven aan de samenleving. Daarom komt er ook een ontmoetingsruimte en is er plaats voor dienstverlening. Het pand is dan weliswaar geen kerk meer, maar het parochiebestuur en het bisdom willen wel dat het wordt bewaard voor de volgende generaties. Het is een uniek gebouw waarvan we de uitstraling aan de buitenkant en de sfeer en beleving van binnen willen behouden. In de plannen van Van Braak is dan ook rekening gehouden met een toekomstige sociaal-maatschappelijke functie van het voormalige kerkgebouw. Het comité 4 Meijer Heide organiseert de dodenherdenking in zaal de Abt van de Antonius Abtkerk in Ter Heide. Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het comité krijgt de medewerking van Harmonie Ter Heide, het Gilde Sint-Antonius het Koor Gumar Anto, Herenkoor Sint-Antonius en Scoutinggroep Den Hartel. Ook zijn er gastsprekers van de gemeente Drummelen. Protestantse gemeenten ter Heide, Wagenberg en Amnesty International aanwezig. De bloemen worden na de herdenking naar het vrijheidsmonument gebracht door de scouting. En deze herdenking is live te volgen via de kanalen van Omroep Drimmelen. Van 17 tot en met 26 mei is er in Oud Drimmelen een kunstexpositie. Met als thema Natuurlijk Mooi. Een initiatief van twee buren om laagdrempelig jong en oud kennis te laten maken met verschillende kunstuitingen en technieken. die allemaal een relatie hebben met de natuur. Een geselecteerde groep van 38 kunstenaars exposeert in de Dribbelendse Polder. Ze creëren kunst met respect voor de natuur. Vaak letterlijk in de natuur of met de natuur. Ze verbinden en werken samen en hebben inmiddels een breed palet van kunstwerken in de expositie, variërend van onder andere verfijnd textielwerk, natuurkunst, viltkunst, schilderijen, tekeningen, keramiek, beelden, installaties, papierkleikunst kunst en sieraden. U kunt deze kunst ervaren en kopen in deze sfeervolle omgeving met prachtige buitenlocaties. ...en verrassende en sfeersvolle plekken binnen. Kom kijken, voelen en ervaar wat natuurlijk mooi voor u kan betekenen. Ze zijn vi te vinden ten zuiden van de Biesbosch op Oud-Drimmelen 4 en 5. Ze zijn open van maandag tot en met vrijdag van 12 uur tot 8 uur s'avonds... ...en zaterdag en zondag van 11 tot 6 uur. Meer of informatie is te vinden... Op onderstaande site. In de week van de jonge mantelzorger worden er weer leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers georganiseerd. Bolen, eten en bioscoop. En als je het leuk vindt, kun je van tevoren meedoen met een spannend potje bolen. Als er aansluitend een leuke film draait, gaat men na het eten samen naar de bioscoop. Dit weet men een week van tevoren. Ga je niet mee naar de bioscoop, dan ontvang je een bioscoop cadeaukaart. Daarnaast is er breda disco zwemmen bij de waranden. Er worden eerst heerlijke frietjes of poffertjes gegeten en daarna ga je disco zwemmen met leuke speelmaterialen. Het zwemdiploma A is verplicht en meedoen is gratis. Aanmelden bij het SWO is verplicht en voor meer informatie kun je kijken op de website. Van het SWO. Het is weer lente. Alleen geeft dat met de regenbuien van de afgelopen week niet bij iedereen het lentegevoel. Deze merels hebben in elk geval al wel het lentegevoel. Met maar liefst vier jonge merels hebben de ouders het druk met het voeren van de jongen. Het komt niet zo heel vaak meer voor dat de merel in een tuin broedt. Dit doordat de jonge vogels vaak ten prooi vallen. Aan loslopende katten. Stichting met je hart zet zich in voor zelfstandig wonende, veelal onzichtbare ouderen, die door hun fysieke mentale, sociale of financiële situatie gevoelens van eenzaamheid ervaren. Met je hart organiseert stamtafels en andere betekenisvolle ontmoetingen voor deze doelgroep. Ouderen komen op plekken die niet meer vanzelfsprekend zijn en doen weer mee in de samenleving. Op 18 april organiseerde Met je hart een rondvaart met een lunch door de Biesbosch. Mogelijk gemaakt door een samenwerking met de bedrijven Zilvermeel en Boltech. Met je hart laat ouderen die zich eenzaam voelen weer genieten van mooie momenten. Er worden nieuwe contacten gelegd en er ontstaan nieuwe vriendschappen. Zo doorbreken ze de eenzaamheid. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat de ouders opgehaald en weer thuisgebracht worden en ze schuiven gezellig aan. Zo helpen ze mensen letterlijk en figuurlijk. De drempel over en bieden hen de gelegenheid om in contact te komen met anderen. Danschool Fuse uit de heide heeft met de dansgroep Big Bang in Veldhoven de derde prijs gewonnen. En daarom mag de groep nu naar de landelijke finale in Wageningen. En uiteraard wensen wij ze veel succes. Dat was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Deze week kunt u onder meer kijken naar de Paasbrunch, over smaakvalt en Drimmelen Politiek. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan Omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons op datzelfde mailadres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!